Van harte welkom. Dit is weer een nieuwe aflevering van Tiel aan tafel in 2015, Sari. En ook vandaag weer een aantal leuke gasten. Leuke gasten en natuurlijk ook onze vaste onderdelen, het bloemetje en de straatpraat. De gasten, Rini. We praten onder andere met Herman Jonkmans. Hij is van het servicepunt Thuiswonen. We hebben hem al eerder in de uitzending gehad. Maar de vorderingen, hoe staat het ervoor? Hoe gaat het ermee? Want officieel is dat in 2015 begonnen. We gaan met hem daarover praten. En nu aan tafel aangeschoven. Martijn en Tijme Arendsman. En Tijme is onlangs Nederlands kampioen veldrijden geworden. Van harte welkom. En voordat we allerlei vragen gaan stellen, natuurlijk eerst onze felicitaties. Want je hebt een geweldige prestatie geleverd. Ja, dank u wel. Ja, Tijme, vertel. Nederlands kampioenschap veldrijden. Wanneer is dat geweest? Dat was vorige week zaterdag, dus de 10e januari in Veldhoven. En daar heb jij een waanzinnige prestatie geleverd. Jij fietst bij JVR de Batouwers. Ja, zeker, dat klopt. En dat doe jij vast al een hele tijd. Ja, al sinds mijn 6e of 7e ben ik daar lid, denk ik. Oké, en dat talent, heeft dat er altijd in gezeten? Hoe ontstaat zoiets? Ja, ik denk het wel, want mijn vader heeft ook gefietst. Dus ik denk dat ik wel redelijk veel talent van hem heb overgenomen. Oké. Dus je hebt het van je vader. Ja, en die vader zit daarnaast. En die is vast ontzettend trots. Kun je zo wel zien. Ja, zeker. Uiterst trots, ja. Ja, want jij hebt jouw zoon in dit traject ook begeleid. Ja, mede. We komen uit een nest met heel veel wielerfanaten. Mijn vrouw is vroeger wielrenner geweest, ik ben zelf wielrenner geweest. We hebben een schoonfamilie waarbij ook heel veel mensen actief zijn of actief geweest zijn in het wielrennen. Dus binnen onze familie hebben we gewoon heel veel expertise. Ook nog een beetje op niveau, met alle respect, dat ik daarover naar mag vragen. Ja, zeker wel. Ik heb het afgelopen evenement in Veldhoven is ook onze zwager, mijn zwager en zijn oom is Nederlands kampioen geworden. Freek Jong is daarbij, ik meen, 14-voudig een Nederlands kampioen geworden. Dus... Zo. Nou, maar ook zeggen, dat is geen onbekende naam. Juist. Ja. En goed, dat geeft wel aan dat de expertise qua veldrijden zeker wel aanwezig is. Tuurlijk. Ja. Tijme, hartstikke mooi dat je kampioen bent geworden, maar dat word je natuurlijk niet zomaar. Nee, ja, dat kost wel veel training eigenlijk ook. Is dat het geheim? Trainen? Nee, natuurlijk niet. Je moet natuurlijk ook wat talent hebben om te worden. Maar ja, dus je op het juiste moment gaan en inhouden wanneer dat moet. Ja, zeker. Het is een tactisch spel. Ja, het is ook een tactisch spel, ja. Je moet ook op de goede momenten natuurlijk je inspanningen leveren. Anders ben je gezien. Hey, vertel eens wat over de wedstrijd zelf. Hoe ging die? Ja, ik heb natuurlijk één grote concurrent. Dat is meestal zo. Hij vertrok wel heel snel, maar ik kon goed volgen. Ik zat zo weer in zijn wiel. Dus ik heb toen twee rondjes iets rustiger aangedaan, in zijn wiel gezeten. En toen de laatste ronde heb ik mijn slag geslagen, ben ik er weggereden. En is Nederlands kampioen geworden. En het parcours, kun je daar iets over vertellen? Dat was heel zwaar. En dat is dus in mijn voordeel, want ik ben een renner met veel inhoud. Ik heb een goede conditie. Veel kracht. Ja, veel kracht in de benen. Dus dat was een heel mooi parcours voor mij. Het was ook veel lopen en het was modder, dus... Ik kan ook goed lopen, dus dat was mooi voor mij. Het is volgens mij een hele zware sport, hè? Ja, zeker. Ja, want er zijn natuurlijk allerlei vormen van rijden. Veldrijden is volgens mij een van de pittige. Ja, volgens mij ook wel. Ja, is dat bij die hele familie ook zo, dat jullie allemaal veldrijden? Eigenlijk traditioneel zie je dat in de winterperiode kiezen competitieve renners voor veldrijden. En na dat seizoen... stappen die mensen over op het wegwielrennen. Dat is altijd een beetje een match geweest. Sommige renners, goede wegrenners, willen ook nog eens een keer bijvoorbeeld schaatsen gaan doen of doen een minder competitieve winterovergang. Maar er is altijd wel een beetje een 1-2'tje in het veldrijden en het wegwielrennen. Dat is bij ons eigenlijk ook wel zo. En als ik kijk bij onze familie, dan zijn heel veel van onze familieleden zijn die wijze zijn actief. Ja. Wauw, te gek. En eigenlijk ook JVR de Betouwers. Is ook een beetje binnen de vereniging zie je heel veel mensen die die match maken. Veldrijden is gewoon een mooie activiteit om de winter te overbruggen. En bij JVR de Betouwers zie je dan dat het fanatisme daarin behoorlijk hoog is. En ja, mensen zijn behoorlijk competitief binnen de vereniging. Ja, nou, de vereniging zal ontzettend trots op jou zijn. Dat kan natuurlijk niet anders. Zo'n Nederlands kampioenschap, hoe kom je daar terecht? Begint dat met regionaal, provinciaal of ga je direct door? Ja, er zijn wedstrijden waar je in je punten kan verdienen.
het hele seizoen lang. En als je eenmaal punten hebt, dan mag je op zich starten als je bent ingeschreven. Maar je gaat natuurlijk wel voor een goede startpositie. En die punten kan je dus verdienen door wedstrijden te rijden. En die heb je allemaal al vooraf. Ja, die heb je allemaal vooraf in het seizoen. En waar vindt dat plaats? Gaat dat door het hele land heen? Het gaat door het hele land, dus dat zijn veel wedstrijdkilometers. Sowieso die je al naartoe moet maken om daar te komen. Jazeker. Ja. Maar daar heb je je vader ook voor natuurlijk. Ja, dat. Tijdens de wedstrijd coacht hij ook? Jazeker. Hij geeft de aanwijzingen. En volgens mij heeft hij dat goed gedaan. Jazeker. Nou, maar mooi, al dat talent allemaal in één familie. Nou, dan kun je ook wel zeggen, hè, want JWA de Batouwers heeft natuurlijk best wel veel talenten rondrijden. Er zijn nog veel meer kampioenen. Zeker. We hebben in het verleden... heeft JVR de Betouwers, nou ja, op de weg hebben we te maken met Pascal Schoots, die op de weg goed zijn best doet. Maar ook, dat is dan de seniorenafdeling. Maar binnen de jeugd hebben we ook een aantal jeugdrenners die, aankomend weekend is ook nog het kampioenschap voor de jeugd. En daarbij hebben we ook diverse kandidaten voor kampioenen. Ja. Ja, en wat is nou jouw volgende ambitie als je Nederlands kampioen bent geworden? Dit is al een categorie de nieuwelingen. Je bent 15 jaar. In deze categorie zit jij voorlopig nog even in? Nou, ik ben dus eerstejaars, tweedejaars nieuweling. Ik was tweedejaars, dus volgend jaar word ik weer een andere categorie, junior. Dan ben ik eerstejaars, dus dan hoop ik ook goede prestaties neer te zetten. Oké, en dat wordt dan ook het volgende kampioenschap van jou, waar je je best voor gaat doen? Ja, en bij de junior mag je ook meedoen aan het wereldkampioenschap. Oké. Daar hoop ik ook wel redelijk goed te rijden. Ja. Nou, dat is volgens mij wel jouw missie natuurlijk, hè? Ja, ik hoop ook geselecteerd te worden. Dus dat is ook wel een doel van mij. Maar als ik geselecteerd word, dan hoop ik ook wel echt moeten laten zien aan de wereld. Ja, dan zal de kampioen wel bij zitten natuurlijk, neem ik aan. Hè? Ja. Hoe verloopt zo'n selectieproces? Nou, je moet natuurlijk wel een goed seizoen laten zien. En dan kom je denk ik vanzelf wel in beeld. Maar nu ik niet als kampioen ben geworden, ik denk dat ik wel in beeld wil. Jij maakt wel een redelijke kans. Ja, dat denk ik wel. Je bent natuurlijk hartstikke jong. Sarah, je vroeg net al jouw ambities uiteindelijk. Heb je voorbeelden? Waar wil je naartoe? Of vind je het zo wel leuk? Ja, ik vind het natuurlijk ook erg leuk. Maar iedereen droomt er natuurlijk van een prof te worden. Om vast een hobby zijn beroep te maken. Ja, dus uiteindelijk gaan we jou in Parijs-Roubaix over een jaartje of 7 nog eens een keer terugzien? Ja, ik hoop het. Ik zal het graag willen. Ja, begrijp ik. Leuk. Hartstikke en hou dat enthousiasme vooral ook vast. Ja, goed. Hartstikke mooi. Ik wens jou een glansrijke carrière toe. En ja, na deze geweldige prestatie doorgaan. En we blijven jullie volgen. Ja, inderdaad. Heel veel succes. Dankjewel. Dan is het nu tijd voor de straatpraat. Meneer, vraag je, wat vindt u het mooiste plekje van Tiel? Anadolu. Dat is een hele mooie. Ja. Nou, het mooiste plekje, ik denk bij de Waal. De Waal altijd, ja. Wat vindt u het mooiste plekje van Tiel? Van Tiel? Nou, wij zijn Tiel uitgegaan, we vinden niks meer mooi. Helemaal niks? Nee, niet echt. Veel te druk. Te druk, maar nergens natuur of... Kalverbos misschien. Ik zou niet durven zeggen, wij komen uit Zoetermeer. Ja, jullie zijn hier nu? Ja. En wat vinden jullie ervan? We lopen door de winkelstraat heen en ik vind het wel heel gezellig hier zo. En we zijn hier een paar jaar geleden al geweest. Ik zei, kom, gaan we even naar Tiel toe. Ik vond het heerlijk. Dus. En heeft u al een plekje waarvan u denkt, oh, is mooi hier, de Waal of de Waterpoort? Ik heb nog niks gezien, echt niet. Daar gaan we aanrijden, langs de Waal. Schitterend. Mooi hè? Ja, schitterend. Hallo. Even een vraagje. Wat vind je het mooiste plekje van Tiel? Mooiste plekje? Ik denk bij de kerk en zo. Het water en dat soort dingen. Dus, ja. Wat vindt u het allermooiste plekje van Tiel? Dat is moeilijk. Ik denk aan de Waal. Uitzicht op de Waal, dat zijn de mooiste plekjes, denk ik, in Tiel. Ja. Mag ik jullie een vraag stellen? Ja. Wat vinden jullie het mooiste plekje van Tiel? Heel veel. Wat? Heel veel plekken. Ja, zoals... De Waal vind ik ook heel mooi. En jij? Maakt me niet uit. Gewoon de stad. Ja, ik vind de stad gewoon mooi. Het mooiste plekje van Tiel? Nou, ik ben niet zo weg van Tiel. Nee, ik woon er wel, maar... En er is niet één plekje waarvan u denkt, oh, hier is het echt mooi. Ik vind dat plekje daar met dat huisje, met dat duiventil, wat is het?
Ja, daar in het water. Daar in het water. In de gracht? In de gracht, ja. Het vogeleilandje? Ja, nou dat vind ik dus heel leuk. Als je daarin kijkt, ja. Is dat nog wel leuk om te zien. Ja. Jeetje, waar ik woon. En waar woont u? Ik woon aan de rand van Passewaaij en kijk uit over de weilanden en de paarden. Dat is prachtig natuurlijk. Heel erg mooi, heel erg mooi. Mevrouw, een klein vraagje, niet schrikken. Wat vindt u het mooiste plekje van Tiel? Oeh, dat zou ik niet durven zeggen. Ik denk aan de Waal. Mag ik u een vraagje stellen? Dat kan. Ja, wat vindt u het mooiste plekje van Tiel? Nou, ik vind de mooiste straat is de Waterstraat. Ja. En verder ziet het er allemaal heel goed uit. Ja, wat vindt u het mooiste plekje van Tiel? Ik vind geen mooie plek in Tiel. Nee? Nee. Oké, okay, dank u wel. Mag ik u eventjes storen? U mag me even. Ja, gelukkig. Wat vindt u het mooiste plekje van Tiel? Het mooiste plekje? Oh, daar vraagt u me wat. Ik denk het bij het Flippy Museum, de Waterpoort. Fabriekslaantje. Dat vindt u een mooi plekje? Ja, heb gewoond. Ah, oké. Okay. Mevrouw, mag ik u eventjes storen? Klein vraagje stellen? Wat vindt u het mooiste plekje van Tiel? Gos. Ik weet het niet. Er zijn geen mooie plekjes in Tiel. Wat vindt u het mooiste plekje van Tiel? Het mooiste plekje van Tiel? Ja, er zijn zoveel eigenlijk. Ja, ik vind Tiel op zich wel een leuke plaats. Dus, niet ja. Één favoriet plekje? Dat kan ik zo niet zo 1, 2, 3 bedenken. Heel Tiel is mooi dus. Ik vind heel Tiel wel gezellig. Ja, het is een leuke plaats. In Tiel aan tafel, nu tijd voor de volgende gast en dat is Herman Jonkmans en hij is van het servicepunt Thuiswonen. Een aantal weken nu onderweg, Herman. Gaat het goed? Ja, de kop is eraf en heel spannend voor alle mensen die het samen vormgeven. Maar we zijn ontzettend trots. Het gaat goed, het gaat leuk. Goede Jullie mensen. Hebben enthousiaste plannen. In het kort, vertel eens nog eens een keer. Ja, nou wat wij willen doen met servicepunt Thuiswonen is heel laagdrempelig bereikbaar zijn voor mensen. Eigenlijk alle vragen. Alle vragen, maakt niet uit. En die zijn er natuurlijk nu heel veel. Hè? En die zijn er veel. Er is veel onduidelijkheid. Ook wel zorg bij mensen. En, dus het is niet zo dat wij alle vragen weten te beantwoorden. Maar er zit een hele reeks organisaties achter ons die met ons samenwerken. En vragen die wij niet direct weten, die kunnen wij bij hun neerleggen. Krijgen we snel antwoord, bellen wij mensen weer terug. En over welke organisaties hebben we het dan? Nou, met name de eerste lijnzorg, waar we ook 21 januari een fysieke werkplek gaan openen. Dus kunnen mensen ook bij ons langs lopen. Nou, dat is prettig. Ja, dat is geopend op het moment dat we dit gaan uitzenden. Ja, telefonisch is natuurlijk al heel laagdrempelig, want je krijgt geen doorkeusminuutjes of muziekjes of moeilijke dingen, maar gewoon een levend mes aan de lijn direct. Ja, contact. Dat is al heel belangrijk, maar vanaf 21 januari kun je ook nog bij ons binnenlopen. Dat is natuurlijk dubbel prettig. Ja, is heel fijn. Is heel fijn. En de samenwerking met het Eerste Lijncentrum is ook fantastisch. Nou, we hebben ontzettend goede samenwerking met de gemeente. Waarbij toch wel onze wethouder een enorme drijvende kracht is achter het Zwerf. Wethouder Driessen, neem ik aan dat het is. En Driessen, ja, erg goed voor ouderen. Maar het gaat niet alleen om ouderen. Hè. Het gaat ook om mantelzorgers en andere mensen, minder valide mensen die thuis wonen. Nou, ook vragen over woningaanpassing en domotica. En daar hebben we ook specialist in. We hebben een ingenieur bouwkunde nu in onze kringen die de woningtest kan doen, de Tielse woningtest. En, wat houdt dat in? Ja, dat is toch als je minder valide bent of moeilijk te been dan en je moet langer thuis blijven wonen, hè, dat is nu het nieuwe beleid, dan zie je dat toch wel je woning aangepast moet worden. Niet direct aan een traplift denken, maar je kan ook aan treeverkleiners denken. En eventueel zou je ook begaande grond een slaapkamer en een douche kunnen bouwen als je daar de ruimte voor hebt. Nou, de woningtest die geeft samen met een ergotherapeut ook een indicatie van wat nodig is voor jouw handicap. En dan kan dat uitgevoerd worden. Onze adviseur blijft dan bij de bewoner
Blijft ook zorgen dat de bewoner de regie houdt. Hè? Van, is dit wel hoe je het wil hebben? En precies. Klopt dit wel? Die regelt ook de financiën erachter, subsidies eventueel van de gemeente. Echt maatwerk dus? Ja, het is maatwerk. En ontzorgen. Eigenlijk ben je gewoon een buddy voor degene die alleen thuis woont. En denkt van jeetje, wat komt er op me af? Hè? Want je moet dingen met de verzekering regelen, met de gemeente, ja. Met de WMO. Met... Nou, dat doen wij voor iemand. Jullie initiatief is eigenlijk uniek in Nederland, hè? Ja, lokaal is er wel hier en daar wat. Maar wat wij doen en ook de professionele manier waarop we het nu oppakken. Met toch een fantastische ICT-ondersteuning en een heel breed netwerk daarin ondersteunend. Dat is uniek. Ook vooruitstrevend met allerlei ideeën, ook op ICT-toepassingen. Ja. Kun je daar iets over melden? Ja, mijn achtergrond is dat ik bij justitie de techniek geregeld heb voor de enkelbandjes. Waar justitiëlen mee lopen. Dat doe ik niet meer, maar eigenlijk heb ik wel heel veel kennis, techniek, maar ook het netwerk TNO, universiteiten achter mij, om dat voor verstandelijk gehandicapten toe te gaan passen, maar ook voor mensen met licht Alzheimer die bij tijd en wijle toch gaan dwalen. En, dat kunnen ze heel makkelijk teruggevonden worden. Ja, ze kunnen snel teruggevonden worden. En zeker als we een stapje in de toekomst nemen en we zouden ook sensoren in het publieke domein hebben. Dwaalsensoren in de zorg. Ik ben er bezig om dat te ontwikkelen. Wauw, ja, wat mooi. Dan zou je heel snel, als iemand 3 uur 's nachts wegloopt, iemand kunnen lokaliseren en ophalen. En dat is echt wel nodig, want instituties die hebben daar geen personeel voor. De politie doet dat niet. Ook niet hun taak. En mantelzorgers kunnen vaak best wel ver weg wonen. Ja, of slapen 's nachts. Of slapen. Dus dit gaat ook helemaal zonder tussenkomst van personeel. Gaat elektronisch. En we zijn met een systeem bezig, Lifeline, dat hebben we in maart operationeel. Mm-hmm. Wat is waarbij dat? We een aantal sensoren in huis plaatsen bij iemand. En dan kan de mantelzorger op afstand zien of bepaalde leefregels normaal uitgevoerd worden. Dus de bewoner merkt daar niets van, die hoeft ook niets te doen, hoeft niet op knoppen te duwen, ook dingen bij zich te dragen. Dus als iemand bijvoorbeeld 6 uur lang op een wc zit, dat is niet goed? Ja, maar dat doe je bij een uur al. Hè? Maar als iemand 3 uur in de woonkamer zit zonder even heen en weer te lopen of zo, dan is er iets aan de hand en dat wordt dan opgemerkt? En dan wordt er een signaaltje afgegeven. Ja, dan krijgt mantelzorg een sms'je. Geweldig. En dat gaat automatisch. Wat een prachtige ontwikkeling. Ja, ga je 's nachts om 3 uur de deur uit, dan kan je ook zorgen dat dat sms'je of een alarmering bij de buren terechtkomt in plaats van bij de mantelzorger verderop. Ja, en dit is volop in ontwikkeling. Is er al wordt er al getest met deze techniek? Ja, we hebben een proefopstelling staan in Gorinchem. En daar zit mijn ICT-centrum. Dus we zijn aan het testen of het goed loopt. En het ziet er heel positief uit. Nou, dan willen we ook een pakket voor mensen aanbieden dat je gewoon een maandelijks bedragje betaalt. En je hoeft geen spullen te kopen. We leasen alles. En als het niet meer nodig is, halen we het ook weer op. Ja, heel mooi. Dus heel erg makkelijk. Ja. En dan kan je op afstand zien van, het leefpatroon wat ik zelf als mantelzorger ingesteld heb, dat wordt nageleefd. En als dat niet gebeurt met een bepaalde marge, want als je zegt, moeder staat altijd om 9 uur op, maar ik hoef pas een alarmering als het om 10 uur is, dat kan iemand zelf heel makkelijk aangeven. En dan, als dat om 10 uur nog niet opgestaan is, dan krijg je daar een alarmering van. Herman, je staat inmiddels bekend als een enthousiaste kerel. Met veel enthousiasme hier ook aan begonnen, met meerdere mensen, op vrijwillige basis zullen we maar zeggen. Ja. Maar ergens moet het natuurlijk betaald gaan worden. Hoe loopt dat? Hoe gaat dat? Ja, we zijn nu een pilot aan het doen in Tiel. En wij vragen van de gemeente een kleine bijdrage per inwoner. Dan moet je denken aan in de orde van 23, 24 cent per inwoner. Mm-hmm. Dat kan pas als we ook groter worden. En de ambitie is dat we toch, als de pilot in Tiel goed lukt, dat we proberen over Nederland dit breder te doen. En we hebben 10 keer Tiel nodig om uit de kosten te komen. Ja. Maar we worden ook, dat loopt nu, de provincie volgt ons met grote aandacht. En je kunt merken dat jullie serieus genomen worden. Ja, zeker. Ja. En dan merk je ook dat je uniek bent en een voorloper in Nederland. Dus de provincie is met grote ogen aan het kijken en heeft ook een financiële support in het verschiet gesteld. Goed hè? Ja, erg mooi. Maar dit moet ook beloond worden, zo'n initiatief. Dat moet gehonoreerd worden. Ja. Waar zijn jullie nog naar op zoek? Nou, wij willen eigenlijk nog wel een paar goede vrijwilligers erbij hebben. Wij vragen van de vrijwilligers om 2 dagdelen per week, en dat kan 's morgens, middags of 's avonds zijn, om thuis te zijn en de telefoon op te nemen. En goed te luisteren, mensen moeten goed kunnen luisteren. Je moet eigenlijk de vraag achter de vraag zien te achterhalen. En moeten dat opgeleide mensen zijn? Of? Nog opgeleid vind ik nog niet eens zo belangrijk. Hè? Want je hebt ook mensen die zijn zelf mantelzorger geweest en die snappen de vraag al gauw.
en weet ook wat er aan de hand is. Maar het kunnen luisteren vind ik wel een hele belangrijke vaardigheid. Ja. En kijk, we hebben een database waar eerder gestelde vragen in staan. Dus dan kan je het antwoord geven. Uh-huh. Als de vraag niet eerder gesteld is, dan kun je hem in de achterban neerleggen. Ja. En bijvoorbeeld notaris Kok of een bouwer of een die werken mee. Stouten en Wijnen, dat is een accountantsbureau. En dan mogen wij de vraag neerleggen en die geven antwoorden. Het WMO-loket, eerstlijnszorg. Ga zo maar door. Ga zo maar door, ja. Want intussen wordt de rij van partners van Servicepunt Thuiswonen wel heel groot. Tot slot, Herman. Het Servicepunt Thuiswonen heeft een telefoonnummer. Ja. Vertel. Heel belangrijk. Ons telefoonnummer is 088-700-4100. Dat is 088-700-4100. Nou, mooi, kunnen we het niet vertellen. Ik zeg altijd 741-100. Kan niet missen. Ja, en iedereen mag bellen, ook voor een praatje. Hè? Maar iedere vraag of je post krijgt wat je niet snapt, of onderhoud van apparaten, alle vragen zijn goed. Nou, we blijven jullie volgen. Mooi initiatief, veel succes. Ja, hartelijk dank. Ja, geweldig. Dankjewel. En Tiel aan tafel, nu tijd voor het bloemetje van de week. We staan hier omdat we een brief hebben gekregen van Leon Lucassen. En die heeft hij geschreven voor Dick Tevree. Dick is hier binnen aanwezig, heeft helemaal geen idee dat wij er zijn met de boeket. Maar dat gaat hij absoluut verdienen, want Leon die zegt dat hij een paar keer per week eten voor hem verzorgt. En daarnaast is Dick ook nog eens een stille kracht achter de profronde. Kortom, een duizendpoot die beloond moet gaan worden met een mooi boeket. Dick Tevree. Hey, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Waar heb ik dit nu aan verdiend? Dat jullie in één keer hier voor mij staan. Wij hebben een hele mooie brief gekregen van Leon Lucassen. Oh, en die belde mij net. Ja, want die vindt dat jij een bloemetje verdient. Is dat zo? Ja, want jij schijnt heel goed voor hem te zorgen. Ik geef je eerst een boeket. Ik doe mijn best voor hem. Ik heb soms met Leo te doen. En vandaar dat we dat... En ook dank aan mijn vrouw dan natuurlijk. Ja, dat zei Leon erbij. Dat zei Leon erbij. Maar ik ben eigenlijk een beetje sprakeloos. Echt waar? Ja, ik krijg er warm van, zag je? Nou, dat is alleen maar heel leuk. Mooi. Ja, en hij zei ook stille kracht achter de profronde. En hij zet zich zo in. We moeten allemaal ons best doen voor het verenigingsleven. Dus probeer mijn bijdrage er ook aan te leveren natuurlijk. Ja, dat, dus, dat wordt bijzonder leuk. Ik ben hem dankbaar. Ik zal hem ook volgende week als ik hem zie, zal ik hem bedanken. Heel erg leuk. Hartstikke goed. Ja, dankjewel. Nou, tot zover deze aflevering van Tiel aan tafel. Sari, het blijft toch een mooi initiatief, hè, dat Servicepunt Thuiswonen. Ja, prachtig, prachtig. Die ontwikkelingen waar ze mee bezig zijn, dat belooft wat. Zeker. En natuurlijk waren de andere ingrediënten van dit programma ook meer dan de moeite waard om naar te kijken. Al zeggen wij dat zelf. Volgende week zijn we er weer. Tot de volgende Tiel aan tafel.